Mijn sport is mijn leven. Als kind droomde ik er al van de beste te worden. Trainen en presteren, dat geeft mij het beste gevoel ter wereld. Maar soms gebruiken anderen sport als excuus. Om opmerkingen te maken over je lichaam of je geaardheid. Om je te begluren in de kleedkamer. Om je te betasten en te kussen. En soms nog verder te gaan. Terwijl jij dat helemaal niet wil. Het overkomt topsporters, competitiesporters en amateurs. Het overkomt kinderen, jongeren en volwassenen. Het is verkeerd. Het is seksueel, grensoverschrijdend gedrag. Soms zelfs seksueel misbruik. En dat mag en kan nooit. Het is strafbaar. Jij draagt nooit schuld. Het hoort er echt niet bij. Niemand mag jou dit aandoen. Niet je coach, niet je dokter, niet je masseur. Geen teamgenoot of tegenstander. Geen enkel clublid of supporter. Ik wil er wat aan doen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat seksueel misbruik geen plaats heeft in de sport. Door erover te praten. Het is niet gemakkelijk om je verhaal te delen. Maar als je erover kan en wil spreken, is er altijd iemand die naar je wil luisteren. En je hulp zal bieden als dat nodig is. Het is aan ons om de grens te trekken. Om te zeggen tot hier en niet verder. Zodat sport altijd plezant en veilig is.